Dames en heren, jongens en meisjes, je kan het al zien in de titel, de thumbnail. Dit is een video die we eigenlijk elk jaar doen. Ik moest eraan denken, ik zag het terugkomen, vorige video. Het is weer tijd om de beste teams van mijn vrienden op PlayStation te bekijken. Laten we zo eerst even kijken naar mijn team, want mijn hele team die je gaat zien is volledig untradable. We hebben nog iets van 3 miljoen coins op de bank. Neymar, mijn favoriete speler, een van de beste kaarten die ik heb gebruikt, had ik verkocht, want dat was een zieke market drop. Echt bizar hoeveel spelers dus voor weinig weg zijn gegaan. Mijn Neymar, bijna een miljoen eraf. Maar daar gaan we dus zo naar kijken. Je ziet hem al in beeld, Casillas. Doe even een duimpje omhoog trouwens voor deze video. Abonneer ook even op mijn YouTube kanaal. Heel erg belangrijk. Oké, mijn team, ja, we hebben Cafu, untradable, first owner. We hebben Van Dijk, first owner. We hebben Carlos Alberto, first owner. We hebben Havertz, first owner. We hebben De Jong, first owner. Gullit, KK. Ja, dat denk je, KK, weet je, die is bijna fodder. Maar we hebben hem wel. Rafinha, Mbappé en Heung-min Son. Dan hebben we nog deze wissels, ook allemaal first owner en untradable. Eigenlijk gewoon mijn hele team. Ja, letterlijk. En dan heb ik nog bizar veel leenspelers. Kijk eens wie ik allemaal nog kan gebruiken. Van Nistelrooy 56. Ja, dat komt door al die lijpe pakketten. Zoveel leenspelers hebben we. Kijk, dan hebben we Berardi nog. Allemaal spelers ook in de club die we nog kunnen wegdoen. Kijk dit. Van Dijk, zo vaak gepakt. Ja, het komt omdat ik gewoon best wel budget heb natuurlijk voor die pakketten. En ik koop echt die absurdste pakketten. Allemaal die dure zooi, die dure shit. Maar wat ik eigenlijk altijd heel erg leuk vind, dat gaan we dus nu ook doen, is kijken naar de teams van mijn vrienden. Ik heb geen idee hoe mensen ervoor staan. Kijk, je kan hier zo in het Ultimate Team menu, kan je mijn team zien. En dan, het goed is, ook van mijn vrienden. Kijk, dit is een gozer waar ik denk ik 5 jaar geleden tegen speelde. Hij was toen e-sporter van Paris Saint-Germain. En ik denk dat hij een aardig team heeft. Ja, dit is dus zijn team. Je ziet dus dat vooral voor deze spelers zijn leenspelers, omdat ze competitive spelen. Ik denk dat hij dat nog wel doet. Ja, kunnen ze niet vaak het allerbeste team maken, omdat je natuurlijk met restricties en zo zit. Maar goed, die verdediging is gewoon bizar. Want ja, kijk, dit is gewoon, heel eerlijk, dit is gewoon fodder als je dit nu pakt. Maar geloof me, als jij tegen Ronald en tegen Eder moet, dan ga je het gewoon echt lastig hebben. Valverde ook. Ja, natuurlijk Mbappé, Vinicius, Ginola. Dit team, heel eerlijk, dan kan je aan het einde van het seizoen ook nog iedereen mee slopen. Als je gewoon goed bent. Hij heeft ook nog deze Qua. Is dat zo'n betere? Nee, oké. Okay. Dit is inderdaad voor de qualifiers waarschijnlijk. Dus ja, dat is in dus met die leenspelers. Is dit? Weinstein? Ja. Alsof hij vorige week begonnen is. Geen idee wie dit is, maar lekker basic, lekker goud. Ik weet niet wie dit is, maar volgens mij is het Koen Buit. Maar dat twijfel ik even over. Dit is al op zich een leuk team. Goed team. Oké, okay, het volgende team. Ja, dit is op zich een prima team. Nou ja, prima. Eigenlijk kom ik erop terug. Je hebt Touré en Blanc en ja, De Jong voor de rest. Ja, alsnog Rashford, Griezmann is alsnog heel goed hoor. Maar ja, hier ga je gewoon niet heel bang van worden. Kijk, dit is wel echt de slechtste SPC die ik ooit heb gedaan. Deze kaart bij me. Xavi Simons, mocht je ooit kijken of mocht je dit terugzien. Het gaat niet om jou, maar het gaat echt om deze kaart. Ik heb hem toen ook gedaan. 140k of zo. Omdat ik had bizar veel dubbele spaces. Ik dacht, ik doe die SPC maar. Maar deze kaart is zo slecht. Ik denk dat ik wel 10 keer 1-op-1 ben gaan of gewoon kon scoren en... Ja, 79 shooting, je ziet het ook. Je kan er echt letterlijk niks mee. Kijk, nu gaan we richting de iets betere teams. Zo, is CBO, natuurlijk die SBC denk ik. 96 Pelé, 89 Gullit. Ja, die Blanc heeft gewoon iedereen. Ik weet nog in het begin dat ik hem gewoon had gekocht. En dat ik nog zei, ja, zo bijzonder is Blanc niet. Elk jaar is die wel prima. Ik weet nog, een paar jaar geleden vond ik hem heel goed. Nu heb ik zoiets van, ja, het is niet echt bijzonder meer. Alleen blijkbaar is hij dit jaar toch heel overpowered. Waarschijnlijk omdat die SBC zo vroeg in het jaar kwam. Dat iedereen hem toch deed. Wisselspelers. Son. Hey, hoe kan hij 2 rode player picks hebben? Ben ik dan een eikel dat ik dat niet weet? Kan dat, ja? 2 rode player picks? Nou ja, evoluties dan. Ik wist niet eens dat kon, joh. Moet ik dat misschien ook nog doen? Kolo Muani, zieke kaart eigenlijk ook. De Bruyne. Dit is een heerlijk team. Ik weet niet wie dit is, maar... Nee. 2 dagen spelen heb je dit team. FC Roelie, kijk. FC Roelie. Hij heeft best wel lekker team. Is CBO natuurlijk, die SBC waarschijnlijk. Salah, Play of the Mond, rood kaartje. Geeft ziet er ook gruwelijk uit. Cafu, Militao, ook een goede verdediging. Raul heeft een goed team. Leenspelen en Pelé, dat is jammer. Nee, heerlijk team. Vooral is CBO. Ik twijfel eigenlijk heel erg om deze SBC ook nog te doen. Het zou nog eigenlijk kunnen. Ja, waarom eigenlijk niet? Waarom zou ik deze niet doen? Ik vind hem echt altijd goed. Dankzij ECBO haalde ik toen ooit mijn allereerste 30-0. Hier, Kevin Eimers. Lekker zeg. Gewoon even normaal. Normale Gullit gepakt. 90 reet Gullit. Uit een Icon SBC'tje. Normale Hansen. Ja, redelijk teamtje. Dus wel een vet kaartje van Balotelli. Ja,
Dus je bent goed bezig met je leven. Weilando BV. Dit is het team van Weilando. Koen. Speelt hij echt nog met 2 accounts? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet nagaan dat die jongen altijd zelfs met 3 accounts speelde. Met de veteranen toen nog Road to Glory bij. Wie mist eigenlijk de veteranen? Laat het even weten. Wie mist dat? Eigenlijk hebben wij nooit verteld waarom we daarmee zijn gekapt. Nou ja, gekapt. Misschien tijdelijk on hold. Maar ja, misschien goed om een keer daar wel uitleg over te doen. Ik denk dat de meeste van jullie het wel weten. Maar ja, lang verhaal kort. We hadden allebei een stuk minder tijd steeds. Interesse in FIFA werd ook minder. Dat merkte je ook de laatste tijd. Je begint altijd heel erg enthousiast in de eerste maanden. En daarna ja, kakt het een beetje in. Wie is dit dan? Wel normale Mbappé. Roy Ginola. Ik vind het ook heel erg belangrijk hoe spelers eigenlijk op zo'n kaart staan zoals deze. Die Bellingen. Zo'n verschrikkelijke pop. Ja, hij heeft ook al 2 rood. Kut zo, wat heb ik verkeerd gedaan dan? Zie, die Saïd was vorig jaar de beste kaart bijna in het spel. En nu dit jaar brandhout. Nou ja, dat niet, maar niet zo bijzonder. Hier, Rosalie. Zo, wat een team, kerel. Nou ja, kerel moet ik eigenlijk niet zeggen, zij is een vrouw. Was ook nog een leuke serie. FIFA met een diva. Roos was een van de vaste deelnemers. Ramirez. Roos is fanatiek. Ik denk dat Roos de meeste van jullie een pak slaag zal geven. 100%. Ali Riza Aygun. Deze kaart 87. Ook die Isebio. Ik zie hem echt gewoon bij iedereen bijna weer terugkomen. Ook 2 keer rood kaartje. Dat heb ik verkeerd gedaan. Kan je om de zoveel tijd kan je dat doen? Ik ga er zo gelijk even naar kijken. Mitchell Decibel. Was ooit de e-sport van ADO. Ook Isebio en Mbappé. Ja, ik krijg echt steeds meer de neiging om hem gelijk zo te doen. Misschien moet ik hem zo gelijk doen. Zo, wat is dit voor team ook? Ook weer 2 keer rood. Maar ook een goed team. Ziek team eigenlijk zelfs. Heel ziek team. Dit is ook een goed team. Alleen Rashford snap je dan niet. Maar eigenlijk is hij nog steeds goed. Het is dat hij niks meer waard is. Team Gullit Renzo. Ja. Ook niks mis mee. Vooral als je deze setup ziet met Ramirez. Goed team hoor. Bezig met Alaba. Thierry Palliamo. Zal niet heel veel hier mee spelen, denk ik. Maar kan ermee door. Obesibas. Bas. Bassie. Bas speelt niet veel, denk ik. Nou, pijnlijk om te zien, Bas. Maar je moet toch weer meer gamen. Robby van der Graaf speelt die dan. Wat een ziek team, kerel. Wat een ziek team. Zo, wie is dit dan? Rolf Ruud. Ik heb ook heel veel mensen in mijn lijst dat ik gewoon niet meer weet wie het zijn. Maar dit is een lekker teampje hoor. Van de Sar ook weer blank. Iedereen zien we of blank, of Eusebio, of Mbappé. Heracles, Brian James, Games, Zidane. Wat dit is. Heerlijk middenveld. Dus middenveld is denk ik het beste. Freek, olé, 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 Freekie. Ja, ook prima team hoor. Nou ja, ik zeg bij iedereen wel prima team. Maar ja, dit heb je natuurlijk op hele korte termijn voor elkaar gekregen. Ja, aanval moet wel echt beter. Hier, Ron, FC Natte Wind. Het is altijd heel erg met de SBC's en gekke spelers. dit is qua team zit wel het meest originele. Heel origineel. Jezus, Van Dijk. Gullit is CWC. Dat is eigenlijk precies wat ik wil. Blank dan? God, waarom heeft iedereen die blank? Wat is dat dan? Courtois? Ik heb niet eens gezien, joh. Dit kaartje heb ik niet eens gezien. Courtois als spits. Wat zijn stats dan? 4-4? Hè? Heb ik dit helemaal niet gezien? Ik heb dit echt niet gezien. Wat raar. Heel apart is dit. Dirk. Ja. Wel Ferdinand, maar voor de rest kan beter. Oh, dit is Koen buiten. Hier, daar gaat hij. Zo. Fantastisch team. Wie is dit? 91 Haaland rood. Maldini. Ik zie zoveel teams van mensen die dan gewoon wel met normale De Bruyne bijvoorbeeld nog spelen. Maar wel Maldini en deze Zidane hebben. Ja, dat is gewoon opvallend. Elko munten. Elko. Ja, waarschijnlijk straks met Elko komt er weer iets leuks. Hij had vorig jaar ook zo'n team. En na Team of the Year had hij een team met iets van 7 Team of the Years gepakt. Hij heeft iets van 600, 700 packs opgespaard. Daarom is het team nog best wel basic. Let op, over een maand ga je schrikken. Nou, nog meer vrienden. Godverdomme, dat was het al. Nou, dat viel ook wel tegen. Niet één echt team. Ja, wel een power, maar niet echt één dat je denkt van Jezus. Ja, dit is ons team. We zouden nog een serie kunnen doen. Hebben we, hoeft niet eens qua coins te doen. Ik denk dat we het straks qua fodder al kunnen doen. Ja, even nadenken. Oké, thanks voor het kijken. Teams van mijn vrienden, elk jaar leuk om te doen. Ik heb het idee wel dat de teams wat minder zijn dan voorgaande jaar. Maar misschien moeten we het over een paar maanden nog een keer doen. Na Team of the Year. Oké, mensen. Ciao. Bedankt voor het kijken. Bye bye.